Maak een speelparadijs voor amfibieën. Dat was de bijzondere opdracht van Wetenschap Friesland en de gemeente Leeuwarden aan leerlingen van AOC Friesland. Vrijdagmorgen presenteerden 25 leerlingen van het VMBO Groen en 6 studenten van MBO Groen hun ontwerp. Al sinds maart werkten ze aan het landschapsontwerp voor een klein gebied tussen de kleine en grote wielen in Leeuwarden. In kleine aantallen komen in het gebied nu al verschillende soorten amfibieën voor, waaronder de bruine kikker, de gewone pad, de meerkikker en de bastaardkikker. Door aanpassing van de inrichting van de oevers en kaden kunnen amfibieën hier in de toekomst beter ontwikkelen. Een speelparadijs voor amfibieën. Met visioenen van pieterpeuterige glijbanen en wipkipjes ging Joey naar de planpresentatie in Aquazoo. U zat in de jury? Ja, ja. Hoe moeilijk was het? Nou, als wethouder van duurzame ontwikkeling en wijkzaken, waar water ook onder valt, is het natuurlijk ongelooflijk om dit zo te beoordelen. Wij doen dit soort projecten samen met het AOC, omdat we heel graag willen dat we de leerlingen ook mogelijkheid kunnen bieden om echte projecten te draaien. Hè? Dus projecten die ook feitelijk uitgevoerd zullen worden. We vinden het heel belangrijk als gemeente om dat aan te bieden, ook aan scholen. Nou ja, je hebt het gezien, de kinderen of de scholieren zijn natuurlijk ongelooflijk enthousiast om hiermee bezig te zijn. En ja, het winnende model, of het winnende ontwerp, is echt een fantastisch ontwerp. Ook als je kijkt van ons, vanuit ons standpunt van landschapsbeleving, waterkwaliteit. Maar ja, er zijn natuurlijk mensen hier aanwezig die daar nog veel meer over kunnen vertellen. Ik heb het een beetje bedacht, zeg maar iedereen heeft evenveel geholpen met gewoon kleien en verslag dus. Ja. Maar is dit nou echt het, ik noemde het net al even bij de wethouder, het duinrel voor de amfibieën? Ja, zou best kunnen toch? Ja, maar wat is er te beleven voor de dieren? Nou, we hebben, dit ligt lager dan dat, dus dit kan onderlopen. En ja, zeg maar, allemaal kanaaltjes van 20 centimeter water of zo. Gewoon vet ondiep en geen vis kan erbij. Dus ze kunnen er gewoon rustig volplanten. Ja, want de vissen, dat is vaak, ik heb daar namelijk helemaal geen verstand van. Maar dat is een probleem als kikkers en vissen. Er loopt dus dieper water langs en dat zou dan dat opeten. Maar dat gebeurt niet, want we hebben stenen ertussen. Ah, oké. Okay. Ecologisch verantwoord, begrijp ik. Ja, klopt. Ja. Ja. Vonden jullie het een leuke opdracht om te doen? Ja, ik vond het op zich wel leuk. Eerst hadden we allemaal wel zoiets van, wat dit gaat worden. Want het is natuurlijk, we dachten dat het gewoon een project was. Maar toen we beseften dat het echt wat ging worden, toen hadden we, vonden we het wel veel leuker. Nou, is dit de eerste prijs? Nou, is er ook nog een bijna eerste prijs? Omdat ja, het was geen tweede, maar ze gaan het combineren. Dus zeg maar, jouw eerste prijs, jullie eerste prijs, krijgt een soort upgrade. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, wel leuk, want we hadden zeg maar vooral gefocust op het leefgebied. En hun hadden een vistrap, maar wij niet. We hadden gewoon op gewoon het leefgebied. En dan zouden we later een vistrappen wel door een ander groepje laten bedenken, zeg maar. Ja. Niet alleen voor mij, want ik weet natuurlijk wel wat een vistrap is. Maar wat is een vistrap? Nou, dit is de kleine wielen en het moet naar de grote wielen. En dat ligt hogerop. Dus dat staat telkens wat hoger, lager water. En dan gaat die vis, die springt zo steeds verder. Zodat die, want anders komt hij er nooit bij op. En het is een omleiding om het gemaal, omdat ze anders worden fijn gehaakt. Oké, dat begrijp ik. En hoe komt de vis dan weer terug? Want die kan natuurlijk geen trap lopen. Hij moet niet terug. Hij moet daar blijven, want hier zitten veel vis, wat het water troebel maakt. Omdat ze hier de bodem ombroedt en zo. En dit is meer voor amfibieën en aan de andere kant wordt dan meer voor vissen. Oh, dus het is zeg maar om de vissen weg te halen en dat die ook weg blijven vooral? Ja,